De Johan de Witlaan stond dinsdag blank na een leidingbreuk. Het gat werd 's ochtends om 4 uur ontdekt. Meerdere straten en een groot gedeelte van het fietspad stonden onder water. Het gaat om een zogeheten transportleiding die water vervoert. Ondanks de breuk zat niemand zonder water. Waterleidingbedrijf Vitens verwacht dat het probleem dinsdagmiddag opgelost is.